Welkom in de huiskamer van Downtown Veenendaal. Presence 24/7 met een boodschap van hoop en bemoediging voor ons land. Vandaag juist in deze tijd. En we hebben een aantal gasten in de uitzending. Ralf van Manen komt zijn prachtige liederen zingen. We hebben een burgemeester, Gert-Jan Cats, in de uitzending om een gesprek mee te hebben. En ik heb een leraar van een middelbare school aan de lijn. Welkom bij Presence 24/7. Vandaag was de dag dat het ministerie van Onderwijs aangaf dat de examens in Nederland geen doorgang zullen vinden. Het centraal examen voor VMBO, HAVO, VWO en gymnasium gaat dit jaar niet door. En minister Arie Slob zegt het met treurnis in zijn stem, maar ik weet niet hoe er in Nederland op gereageerd is. Sommigen zullen heel blij zijn dat het niet doorgaat. Ik weet zelf uit mijn middelbare schooltijd dat ik aan het begin van het jaar vaak minder hard werkte dan aan het eind van het jaar. Dus we willen iedereen van harte sterkte wensen wanneer je dit jaar in je examenjaar zit. We hadden op weg naar de studio hoorde ik een reclame op Radio 1... waar Piet Adema, de voorzitter van de Bond van Schoonmakers, de schoonmakers in Nederland bedankte. En op hun website staat: schoonmakers bedankt. Jullie zijn van vitaal belang voor Nederland. En daarom delen we onze waardering voor de schoonmakers die de ziekenhuizen schoonhouden. En ik vond het een mooi voorbeeld van leiderschap als je dat als voorzitter van zo'n schoonmakersbond gewoon doet in Nederland. Prachtig om te zien. Het Humanistisch Verbond stuurde vandaag een brief naar de minister van Veiligheid en Justitie, Vert Grapperhaus, waarin zij zeggen van ja, het is eigenlijk helemaal niet goed dat kerken wel mogen doorgaan met diensten houden, terwijl de rest van Nederland dat niet mag. Wij roepen daarom de minister dringend op om deze ongelijke behandeling per direct te stoppen. En we weten natuurlijk niet hoe de minister daarop zal reageren, maar wat ik wel weet is dat ik het mooi vind dat kerken in Nederland juist ook in een heel kleinschalige, in kleine groepjes samenkomen om live uitzendingen te doen. En voor zover ik weet zie ik dat heel veel kerken, eigenlijk alle kerken, rekening houden met de maatregelen van de minister. Het Rode Kruis opende vandaag een hulplijn voor mensen die met vragen zitten, allerlei vragen, 070-44-5588. Wat ik mooi vind in deze tijd is dat instanties hun rol in de samenleving zo krachtig oppakken. Net zoals kerken dat ook doen. En misschien zit jij op dit moment wel met een vraag. Nou, dan wil ik je vragen, blijf gewoon kijken naar Presence 24/7. Maar als je soms ook gewoon wil praten tegen iemand, maak dan gebruik ook van dit soort lijnen. Of neem contact op met mensen om je heen die een luisterend oor hebben. Stay close, stay faithful through the darkest night. And stay free, stay peaceful, keep the fire burning bright. And stay gentle, when the days get hard and long. Stay faithful, stay strong. Let your doubts all speed away, 'cause they can't hold you anymore. It's only when you drift away, loneliness comes to your door. Let the shadows fall behind the hill, let the changes start to grow. Take this body, Lord, heavy part, and with your sweet, sweet fire, would you melt this hardened heart? And take this spirit, Lord, torn and frayed, fill it up with love and let it sail away. Let your doubts all speed away, 'cause they can't hold you anymore. It's only when you drift away, loneliness comes to your door. Let the shadows fall behind the hill, let the changes start to grow.
That tears sometimes remind you still you can't make it on your own. In my song I've written a weakness. Let me learn to give you all. For on my long road to completeness I stumble and fall. Let your doubts all speed away, 'cause they can't hold you anymore. It's only when you drift away, loneliness comes to your door. Let your doubts all speed away, 'cause they can't hold you heel mooi dat je dit nummer hier speelt. Het is voor mij een beetje nostalgie. Jeugdsentiment. Jeugdsentiment, ja. Ja. Hoe oud was jij toen je dit lied schreef? Schreef? Weet je dat even nog? Kijken. Of niet? Dat is... Ik denk 97 ongeveer geweest. Nee, ja, nee, het was nog wel eerder dat begin ik schreef. Jaren 90. Ja. Ja. Nou, het doet er niet veel toe, maar ja. Wel een stuk jonger. Lang geleden, net na de oorlog. Ja, net na de oorlog, ja. Ja, ik weet wel, in die jaren nam je een cd op, Unplugged. Ja. Het was echt een, voor mijn gevoel, een revolutie in de gospelmuziek toen. Je speelde toen, we gaan niet heel nostalgisch terugkijken, maar in een band, Target. Dat was al echt heel bijzondere kwaliteit. Ja. En toen kwam je in één keer met dit soort nummers. Herinner jij die tijd nog goed? Jazeker. Ja, het was voor mij natuurlijk ook een, eigenlijk nu ik op terugkijk, wat er toen gebeurde, dat had ik eigenlijk helemaal niet door in het begin. Nee. Dat het zo groot zou worden en dat het allemaal zou uitbreiden naar natuurlijk later naar Nashville en Amerika. Ja, ja. Ja, dat kun je niet verzinnen. Dus, nee. Dat gebeurt. En gewoon als dorpsjongen ging je Nederland veroveren, daarna Europa, daarna kwam je in Amerika terecht. Ja. En wat mij altijd heeft geraakt als ik gewoon jouw verhaal zeg maar volgde. Je was echt een podiumman. Je stond voor op het podium en... Eigenlijk verderop in je leven, in je carrière, ging je heel erg je inzetten in het steunen van andere muzikanten en met name zangtalenten. Ja. En, dat heb ik altijd wel mooi gevonden aan jou, dat je een soort nederigheid erin had. Van niet in de spotlight zal het staan, maar andere mensen naar voren duwen, naar voren helpen. Ja, ja, of dat nou heel zo bewust een iets was wat ik deed, ja, dat was gewoon normaal denk ik. Van huis uit ben ik dat een beetje gewend. En, ja. Het gaat mij echt om de muziek. Dus ja. ik zeg, bijvoorbeeld de studio vind ik net zo leuk als een podium. Een podium op zich is niet echt iets waarvan ik denk van, oh, daar moet ik opstaan. Ik vind het hartstikke leuk en prachtig om muziek te maken. Ja. Maar, deze zingt een beetje rond. Ja. Ik vind het in de studio in mijn uppie. Of met een ander project bezig zijn met mensen. Als muziek mij raakt, dan... Ben je meer een sessiemuzikant dan een podium? Het ligt een beetje aan wat ik doe. Als ik ben nu bijvoorbeeld bezig met zo'n John Denver project. En dat vind ik heel leuk, omdat die heeft voor mij heel veel betekenis gehad toen ik jong was. Ja. En me eigenlijk door een hele moeilijke periode gesleept, zeg maar, met die muziek. Met zijn levensliederen. Ja, die gaan echt wel ergens over. Ja. En dat heb ik helemaal grijs gedraaid. En dat we nu zo'n een tribute gaan doen, vind ik echt heel erg leuk. Ja, met die tribute, dat doe je samen met Wim Rehberg onder andere. Ja, en, maar ook wel, die hele band bestaat eigenlijk uit gospelaars. Dus Wilke de Vlieger gaat mij doen. Mark Dekkers. Je trouwe mensen die door tijd heen altijd om je heen hebben gestaan. Ja, en Arend Jeltsen doet ook mee. Oh ja. Ja. Gitarist. En je gaat toeren door Nederland, door Duitsland, door België. Ja. Blij zeker dat je het niet voor de vakantie ging doen. Ja, goed. Ja, je kunt nooit iets, dit kun je niet voorzien natuurlijk. Nee. Hè? Dus, ja. Maar we moeten nog afwachten. Hè? Je weet helemaal niet hoe het gaat lopen. Nee. Nee. Gaat je studiowerk nu wel gewoon door, merk je? Ja, wel op een hele andere manier. Dus ik doe met name dingen zelf heel veel. En alles op afstand. Maar er gebeurt al heel veel online in de studio. Hè? Ja. Dus je kunt tegenwoordig... dat kan al heel lang. Je kunt een duet opnemen met iemand zonder dat je iemand ziet. Tja. Dus dat gaat allemaal via de... Dus eigenlijk, studiowerk, dat gaat nog wel aardig door. Maar de rest ligt natuurlijk helemaal op zijn gat. Ja. Dus alle camps, wij organiseren ook schrijverscamps in Spanje. Of, ja. En dat gaat allemaal niet door. Dus, nee.
Hey, en even iets anders dan de muziek, maar wel vanuit je muziek. Je zong in dit lied Stay Close. Let your doubts all speed away, because they can't hold you anymore. Ja. Hoe ga jij om met twijfel? Nou, ik omarm het eigenlijk. Want als je voor twijfel wegloopt, dan ja, dat is een beetje je kop in het zand steken. En ik merk als ik daarop in, of als ik dat omarm, dan ga ik eigenlijk nog een laag dieper. En dan snap ik het niet zozeer allemaal, maar dan groeit wel een soort van vertrouwen wat ik niet uit kan leggen. Ja, je bent als artiest, je bent christen. Ja. Is twijfel, je zegt ik omarm het. Vanuit twijfel kun je natuurlijk ook hele mooie liederen schrijven. Dus dat is altijd de artiest in je. Ja, ja. Maar heb je ook momenten dat je merkt dat je een soort zekerheid voelt? Nou kijk, mijn zekerheid, het bestaan van God is altijd, dat staat buiten kijf voor mij. Dus dat is wel een zekerheid. Alleen, hoe dat allemaal precies in elkaar zit, daar snap ik steeds minder van. Ja. Maar gek genoeg, tegelijkertijd is het vertrouwen wat ik heb groeit. Ja. Nou, leg het maar uit. Maar, ja. Het zal wel geloof heten, dit. Ja, het zal dat je het steeds minder snapt en dat het steeds krachtiger kan worden. Ja, maar ik vind wel, ik wil alle vragen wel serieus laten binnenkomen en ook daarover nadenken. En kijk, er zijn mensen die hebben overal een antwoord op. Maar daar zei Alfred de Bruin een keer heel mooi, die grenzen wel aan de psychiatrie. Ja. En mensen die alles weten. Zegt Alfred de Bruin trouwens. Ja. Ja. En nu, we leven in een tijd waarin mensen best wel angstig zijn. Ik was vanochtend in de Jumbo en dan valt het me op dat mensen echt 1,5 meter... dat moet natuurlijk ook, maar je komt mensen tegen en mensen lopen echt een ommetje om je niet tegen het lijf te lopen. Wat natuurlijk dat is precies niet wat we willen. We willen dicht bij elkaar zijn. Ja. Hoe ga jij om met angst in deze tijd? Voel je wel eens angst? Tuurlijk, ja, zeker. Ik vind alles eigenlijk eng wat ik doe. Al mijn hele leven. Dus spelen op een podium en dan, op het moment dat ik daar eenmaal doorheen ben, dan gaat het wel weer, weet je wel. Maar... Ja, heerlijk dat je dit zegt trouwens. Ik vind, toen wij hier begonnen, ik ben helemaal geen presentator, dus het enige wat ik kan doen is gewoon bam, starten. Ja. En gewoon gaan, maar zodra ik inderdaad luister naar die voice of fear, zeg maar, dan... Dan gaat het, je moet het natuurlijk, kijk, ik denk dat er geldt hetzelfde voor. Je moet erin duiken, want als je het gaat overbluffen, dan wordt het onnatuurlijk. Dus dan is het ook niet. Maar als je het gewoon binnen laat komen en je ding doet, dan... Ja, ik merk dat het mij helpt. Dus met een optreden, voordat ik een beetje in mijn hum ben, dat 2, 3 nummers verder en dan ben ik er. Ja. En je hebt dus nu niet dat je iets bijzonders voelt of dat je... Natuurlijk wel. Ik ben opa, dus ik heb natuurlijk 2 kleinkinderen, 3 kinderen. Mijn vader woont bij ons, die is 88. Zo. Dus ik denk dus zit in de risicogroep? Ja, het zit in de risicogroep. En dus daar denk ik wel over na. Dus ook met de dingen die ik doe. Je hebt verantwoordelijkheid. Hè? Je kunt Vond je het ook spannend om hier te komen? Nee, want ik doe nog steeds meer dingen. En ik weet dat hier gewoon de boel echt goed geregeld is. Je komt hier niet binnen zonder je handen te wassen. Zelfs als we de burgemeester op bezoek hebben, dan kan Ralf van Maanden hier ook zijn. Maar dat... Kijk... Ik ben nog niet zozeer bang voor mezelf of zo. Nee. Nee, het is meer gewoon... Zorg voor de mensen om je heen. Ja, ja. En dat zij... dat je close kan komen. Ik zit er niet op te wachten. Het is niet zo dat ik denk van, ik vind het niet erg. Want natuurlijk, je probeert dat helemaal niet op te lopen. Maar met name... ik had eigenlijk een maand geleden, dacht ik al, dat er gebagatelliseerd werd. En toen werd het later wel duidelijk, want ik ben ook veel in Italië geweest. Ken daar een aantal mensen. Ja. Dus dan hoor je wel uit de eerste hand dat er toch even iets anders is als dan dat men hier dacht. Dus dat hielp jou om het serieus te nemen, dus ook heel vroeg al maatregelen te nemen. Ja, er was de beste grote categorie mensen die het echt bagatelliseerden van, weet je wel. Wat zou je tegen die mensen zeggen, even tot slot? Ja, ik denk hetzelfde als de minister-president gisteren op tv. Nederland is natuurlijk een land waarbij iedereen overal kritiek heeft, overal op. Maar ik denk dat dit gewoon... iedereen die een beetje helder nadenkt, die moet er toch tot de conclusie komen... dat je niet meer kunt zeggen van, het is maar een griepje, weet je wel. Nee. En als je dan zelf niet bang voor bent, dan denk dan aan de ander die je kunt besmetten. Nou, mooi. Dankjewel. En echt heel gaaf dat je hier bent. Ik zie ook uit naar de volgende nummers. Vanavond hebben we ook even een kort concertje nog hier. En wat we ook altijd doen is, we kijken graag binnen bij hoe mensen nu leven en hoe ze hun tijd doorbrengen. En we vroegen het vandaag aan Pieter Zuidema. Hij is leraar godsdienst, docent godsdienst op een middelbare school. Dan loop je dus in een school, maar collega's... Ja, de tijd ook proberen op te vullen in de pauze.
balletje trappen. Ichters collega's die het ook maar op die manier proberen te doen. En je ziet het, lege gangen. Je ziet het, ik zal even meenemen naar een aula die gewoon vol hoort te zijn. Dat is natuurlijk logisch, hè? Dit is niet normaal. Luister eens, jongens. Het is gewoon stilte. Terwijl het hier altijd één groot kabaal is van leerlingen. En deze school is gewoon nu stil. Er zijn alleen een aantal examenleerlingen zijn aan het werk. En nu alles thuis aan het werk. Een bizarre, bizarre situatie. En zo sta je in een lokaal waar ook geen leerlingen zijn. Iedereen is thuis. En dat terwijl je school een gemeenschap is. En je met elkaar de hele dag optrekt, het leven deelt. En de bijkomstigheden zijn de les. Nou, dat is echt een gemis en dat hoor ik ook van mijn leerlingen. Ze missen elkaar. Natuurlijk komen wij op de 10e plaats, dat weten wij ook. Maar ze missen elkaar en dat is erg jammer. We zien uit naar de dag dat we hier met elkaar weer in de bankjes mogen zitten. En dat we met elkaar kunnen optrekken, kunnen lachen met elkaar. Maar die tijd duurt nog even. Zo, we hebben Pieter Zuidema aan de lijn. En ik zag dat je even moest lachen bij die laatste woorden die je zelf sprak in het filmpje. Ja. Waarom moest je lachen? Het blijft toch onwerkelijk, zoiets. Ja. Dit verzin je niet. Nee. Wat voelde je toen je het filmpje opnam? Ja, dan wordt het wel heel bizar dat je door een aula heen loopt of door je in je lokaal zit. En het is gewoon stil. Ja. En je komt op een lege werkplek, daar staan wel collega's, maar die staan soms ook wat ontreddend een beetje te kijken van, wat gaan we nu doen? Ja, ze zijn balletje aan het trappen. Ik verwacht elk moment dat een conciërge ze straf zou geven, maar... we nemen heel veel filmpjes op voor leerlingen, zodat ze een beetje het gevoel hebben dat ze nog wel die vibe hebben van school. Ja. En moet ze ook een beetje ontspannend zijn, hè? Ja, wat mogen leerlingen balletje trappen daar of niet? Nee. Dan gaat je goede voorbeeld, Pieter. Ja, want je bent godsdienst, de leraar godsdienstdocent godsdienst op een grote middelbare schoolgemeenschap. Ja. En hoor je berichten terug van leerlingen, hoe ze zich voelen op dit moment? Ja, we hebben dagelijks contact met de leerlingen, omdat ze aan het werk zijn met opdrachten. En we plannen Zoom-lessen in, een soort Skype, dat gebruiken we. Ja. En daar hebben we contact met ze. En dat is, ze kunnen elkaar zien, er wordt gezwaaid naar elkaar, er wordt soms even wat overlegd. En dus het is heel fijn om met elkaar in gesprek te zijn, al is het virtueel. Ja. Maar je hoort ook terug van, eigenlijk is dit heel saai, want we willen terug naar school. Ja. We missen met elkaar het lol trappen. Even lekker bijkletsen met elkaar. Dat kan natuurlijk wel via FaceTime en Skype en zo. Maar je mist gewoon de reuring binnen school. Ja. Het leven delen. Want dat is een school. Het is een gemeenschap van... Community, van jong en oud. Ja. En die reuring mis je echt. En die missen leerlingen ook echt. En ik hoor het ook echt wel terug van ouders. Dus het is anders dan vakantie. Met vakantie ben je natuurlijk ook niet op school. Maar ook voor jou als leraar is het gevoel nu waarschijnlijk echt heel anders. Ja. Nee, dat gevoel van vakantie is niet geweest. Nee, zeker niet. Gedwongen tijd. Je bent natuurlijk, ik geloof dat je zelf ook vader bent, hè? Ja. Ja. Moet jij jouw gezin ook als leraar dan runnen? Want je hebt natuurlijk nu als vader ook een leraarsrol in je eigen gezin. Ja, weet je... Hoe oud zijn je kinderen? Ik heb 3 kinderen en allemaal volle bak aan de taken voor school. Ja. Dat laat eigenlijk heel weinig ruimte voor een stukje vrije tijd soms. Maar die plannen we wel erin. Ja. Het is een beetje behelpen met elkaar hier in huis. Ik werk ook veel thuis. Ja. Dus dat betekent dat we slaapkamers moeten delen. De keuken moeten delen. Wat vind jij van de werkdruk van de kinderen? Als ik daarnaar kijk, dan merk ik dat het best wel zwaar is voor ze. Ja. Ja, dat zie ik. Dat zien wij ook als docenten. En we zeggen tegen elkaar, jongens, wij staan niet op de eerste plaats. En ook niet op de tweede.
We staan hier even op de 10e plaats. Het gaat eerst om het gezin nu thuis en de gezondheid met de kinderen. Ja. Laat dat eerst maar komen. En we merken dat leerlingen ook best veel stress hebben. Van ja, maar hoe moet het nu verder? Ja. En ook met examens natuurlijk. Van, ja. Dat klinkt wel als een leuk nieuwtje, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ja. Want dat betekent dat je huidige cijfers nu gaan meetellen. Ja. Het legt dus een heel sterke kans op. Ja. Ja, dus daar ligt best wel heel veel vragen bij leerlingen. Hey, je bent leraar godsdienst, docent godsdienst. Ja. Zou je tot slot in één zin een soort boodschap willen geven aan jouw leerlingen, aan jouw klas? Gewoon ook even vanuit je hart. Iets dat je tegen hen zou willen zeggen op dit moment. Oh, vanuit mijn hart zou ik heel graag tegen jullie willen zeggen, als je nou thuis tegen dingen aanloopt, want je zit heel veel thuis. Bespreek dat nou eens met je ouders. Durf het open te gooien. Wees niet bang. Niets is te gek. We moeten dit allemaal voor de eerste keer doen. En durf het er gewoon met elkaar te bespreken. Gooi het open. En durf maar kwetsbaar te zijn, want daarin zit jouw kracht. Dankjewel, Pieter. Ik spreek met burgemeester Gert-Jan Cats na dit prachtige lied. En ik ben zelf een man van emoties, dus als ik zo'n lied hoor, dan doet me dat wat. En dan denk ik ook aan de gebrokenheid die we nu ook om ons heen zien. En ik ben ook wel benieuwd, burgemeester Gert-Jan Cats, ik spreek jou met u.
Als u zo'n lied hoort, wat gaat u dan, wat gaat er door u heen? Nou ja, kijk, als burgervader, wat echt een sterke rol is op dit moment in de samenleving, dan raakt het je hart ook dit soort liederen. En je wil ook wel, ook vanuit je eigen hart wil je werken in je ambt, in het mooie ambt waarin ik sta. Daar zullen we zo over doorpraten. Ja. Maar juist ook dat burgervader zijn en vanuit je hart dat mogen doen, dat is iets wat mij buitengewoon aanspreekt. Ja, want hoe is het om nu burgemeester te zijn in deze crisistijd? Ja, kijk, juist in dit soort periodes wordt er heel sterk naar de burgemeester gekeken. Je ziet ook eigenlijk sinds het diepe worden van de crisis dat steeds vaker het woord burgemeester valt. Ja. Dat heeft ook alles te maken met de bevoegdheden die we als burgemeester hebben en die we dan ook moeten toepassen. En, ja, want burgemeester heeft bevoegdheden op het gebied van natuurlijk veiligheid, maar ook in volksgezondheid. Hè, als het... Zeker. Nou, eigenlijk is een burgemeesterambt een drie moten te hakken. Voorzitter van de gemeenteraad, zorgt dat de democratie goed functioneert. Voorzitter van het college, dagelijks bestuur. Samen vorm je degene die leiding geeft dagelijks aan de gemeentelijke organisatie. En als zelfstandig bestuursorgaan, echt als eenhoofdige bestuursorgaan, ben je dus van de openbare orde en veiligheid. En in dat kader hebben we in de afgelopen decennia echt heel veel meer bevoegdheden gekregen. En vooral ook in die rampbestrijding en crisisbeheersing. Ja. Omdat we ook wel zien in het land dat als het echt crisis is, dan moet er iemand zijn die getraind is, daarvoor opgeleid en kan doorpakken en besluiten kan nemen. Ja, maar ik kan me voorstellen waar we nu doorheen gaan, daar ben je als burgemeester niet voor getraind en ook niet voor opgeleid. Nou, je hoopt dat het nooit gebeurt, maar we zijn wel getraind. Wij doen crisisoefeningen en ik kan me nog goed herinneren, ik ben inmiddels 15 jaar burgemeester, maar een jaar of 10 geleden kwam voor het eerst het woord pandemie te sprake. Er zijn allerlei pandemiedraaiboeken ook gemaakt. En toen kreeg je inderdaad een casus voorgelegd van dat de winkels dicht gingen en dat je moest gaan selecteren wie er wel niet naar de supermarkten ging. Nou, daar zijn we niet zo gek ver bij vandaan nu. En toen je dat oefende, dacht je van, dat gaan we nooit doen. En nu is realiteit. Ja, ik hoorde net vlak voor de uitzending in het nieuws dat supermarkten dat nu inderdaad moeten gaan doen. Hè? Ja. Dus een deurbeleid. Klopt. Met beveiligers ervoor. Ja. Wordt zo'n maatregel dan door de overheid met u als burgemeester of met het collectief van burgemeesters overlegd, besproken? Hoe gaat zoiets? Ja, we hebben ons land opgedeeld in 25 veiligheidsregio's. En die 25 veiligheidsregio's, die burgemeesters die daarin zitten, dat zijn de regioburgemeesters, die zitten in het Veiligheidsberaad. En die spraken gisteravond ook met de minister. In dit geval minister Grapperhaus. Ja. En uiteindelijk zijn dus die 25 burgemeesters collectief in het gebied van openbare orde en veiligheid de baas. Ja. Dat betekent ook dat een aantal bevoegdheden van mij hier persoonlijk in deze gemeente Veenendaal, waar wij nu zijn, overgegaan zijn naar de burgemeester van Utrecht. Oh ja. Wij vallen onder de veiligheidsregio Utrecht. En dat heeft alles met de crisisstructuur te maken. Heel kort, crisis bestaat uit 4 fases. 1 en 2, dat is als er iets op straat gebeurt. 3, dan komt er een beleidsteam. Dan is het in de gemeente. En bij 4, dan gaat het over de gemeente heen. Dan is het brongebied, dus waar de crisis is, en het effectgebied groter dan je gemeente. En dan is de regioburgemeester degene die de besluiten neemt. En de afgelopen dagen, want dit zijn natuurlijk allemaal dingen die ook allemaal bij het vak van burgemeester horen. Zijn er momenten geweest dat je als burgemeester merkte van, ja, we lijken het allemaal in de hand te hebben, maar het loopt maar uit de hand. Ja, ik heb wel geleerd om niet te denken dat je altijd alles, dat we een maakbare samenleving, dat proberen we wel zo goed mogelijk te doen. Dat proberen we wel zo goed mogelijk te doen. En ik leef altijd, zeker als burgemeester, is altijd van stap tot stap. Wat je wel ziet is natuurlijk als die maatregelen gisteravond afgekondigd zijn, dat je aan alle kanten wordt gemaild en geappt van wat betekent dit en hoe moet ik zus en waarom zal ik zo. Ja. Dan zeg ik altijd even rust, morgen gaan we het uitwerken, morgen is er weer een dag. En je moet daar ook de tijd voor nemen om dat goed in te regelen. Ja. Maar dat de gedachte is, ik ben geen arts, zeker om het virus tegen te kunnen houden. We doen al die maatregelen om de mensen zo veilig mogelijk te maken, te houden. Maar daarmee durf ik niet te zeggen dat we het kunnen gaan voorkomen. Nee. En bent u een emotioneel man van uzelf? Of merkt u dat u in dit soort periodes juist gewoon een soort van innerlijke kracht over u krijgt? Nou, ik ben wel iemand die, dat heb ik wel ervaren op het moment dat de crisis is, dat ga ik handelen. Je hebt die mensen die freeze en fight en flight. Nou, ik ben er wel eentje die gaat handelen. Ja.
Gelukkig, want dat hoort. Daarvoor bent u burgemeester. Dat hoort bij dit vak. En dan kan ik ook wel redelijk rationeel dat doen. Zonder overigens het menselijke maat en het menselijke aspect uit het oog verliezen. Want we hebben wel wat over ons afgekondigd gekregen. Ja, ik zag een tweet van u waarin u inderdaad vertelde dat u had gebeld met slachtoffers. Maar ook met nabestaanden, geloof ik, van iemand die was overleden. Klopt. Ja. Dat is bij uitstek ook die rol, burgervaderrol, die best zwaar is. Maar ook heel mooi om te doen. Ja. Dat klinkt heel gek. Natuurlijk wil je geen nabestaanden bellen. Maar op het moment dat je zo iemand aan de telefoon hebt die zijn verhaal ook nog een keer kwijt kan. En jij ook zeg maar, namens die samenleving je meeleven kan tonen. Dat is wel een heel mooi aspect van dit vak. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Kerken benaderen u natuurlijk ook. Zeker. Met de vraag, mogen we doorgaan? Dat zal soms ook best wel lastig zijn, want... Ja. Ja. Nou ja, kijk, we komen natuurlijk uit een periode dat langzaam de maatregelen opbouwden. En toen de eerste maatregel afkondigde maximaal 100 mensen per evenement of per samenkomst, was iedereen erop gericht, nou, we mogen nog tot 100. Dus we gaan het zo organiseren dat we aan die 100 komen. Ja. En we hebben vrij grote kerken hier in Veenendaal ook. En er waren ook grote kerken die zeiden van, nou, dan doen we 100 in een zaal en 100 in de kerkzaal en 100 boven. Ja. Ja, dat was natuurlijk niet de geest van de maatregel. De geest van de maatregel was geen samenkomsten meer. Zorg nou dat je zo weinig mogelijk contacten nog tot stand brengt. Dus dat heeft wel. Belde u ze op? Ja, we hebben het grote gedeelte hebben we per mail kunnen doen. Zo van, nou, we zien het zo voor ons. Ga digitale diensten houden. En een klein aantal die echt worstelde daarmee. Hoe gaan we dit nou doen? Heb ik persoonlijk gebeld. Ik heb op de app of op de speaker gestaan voor hele kerkraden. Ja. Oh, echt? Hele mooie gesprekken met elkaar gehad. En uiteindelijk ziet iedereen in. De diensten gaan wel gewoon door. Zorg nou dat je live mee kan doen, maar geen samenkomsten. Ja. Nou, ik hoorde dat de meest bekeken kerkdienst van Nederland van de afgelopen week was een gifvermiddag gemeente in Dordrecht. Dat klopt, ik ken de voorganger daar persoonlijk. Dus ik had ook even een klein staartje meegekregen tussen wat vergaderingen door. Oh ja. Dus toen had ik inderdaad die teller heel hoog zien staan. Ja. Inderdaad. Ja. Dus er wordt vaak gedacht van, ja, je hebt helemaal een paar heel populaire kerken. Zeker. Die, maar als het dus op multimedia aankomt, staat er gisteren midden gemeente op nummer 1 in Nederland. Dus dat is ook bijzonder in deze tijd. U bent burgemeester en u bent christen. Ja. Als ik u zo hoor spreken over alle dingen, een deel van wat u doet is natuurlijk, dat deelt u met alle burgemeesters in Nederland. Zeker. Daarnaast speelt uw geloof natuurlijk ook een rol in deze tijd. Ja. Hoe merkt u dat in uw dagelijkse praktijk? Nou, je had net ook met de artiest met het gesprek over je zekerheid en je vertrouwen. Dat is moeilijk en ik herken wat u zegt, dat is natuurlijk niet altijd heel erg aanwezig. Maar ik merk wel juist in die tijden dat je daar kracht uit krijgt om je werk ook te doen. Je hebt toch een innerlijke rust over je van, ik mag dat loslaten. Mijn tijd is in Gods hand. Dus persoonlijk kan je dat toch een beetje naast je neerzetten. Niet dat je er niet over nadenkt, maar op het moment dat je met je ambt echt bezig bent, geeft me dat wel een hele mooie basis van rust om van daaruit te werken. En mijn motto in mijn werk is altijd, een heel bekend natuurlijk gezegd, is dat je getuigen altijd moet doen, maar vooral met je daden. Mensen moeten het zien en moeten ook zien dat je uit overtuiging dingen doet. Dat verschilt mij niet van andere burgemeesters die doen dat vanuit andere overtuigingen. Maar ik doe het echt wel vanuit mijn overtuiging dat God mijn schepper is en Jezus mijn redder. Ja, mooi. Nou, ik wil u eigenlijk, wat we altijd doen met tafelgasten, is dat we ook altijd de gelegenheid bieden om iets te zeggen. En u hebt natuurlijk de hele week met uw handen hebt u dingen mogen doen. Maar eigenlijk is dit ook zo'n moment om daar ook woorden aan te geven. Ja. Zou u ook bereid zijn om dat gewoon even te doen naar de mensen die kijken? Zeker. Ik roep juist ook op mensen die vanuit het geloof leven. Zie juist ook in deze moeilijke tijd om naar je naasten. We kunnen geen armen om elkaar heen slaan. Maar we kunnen wel door alle moderne middelen even naar elkaar omzien. Of loop bij iemand langs. Steek gewoon je hand op. Geef een handkus. Zodat je mensen zien dat je ook op afstand van mensen houdt. Dat kunnen we als christenen echt dat extra geven. Dat doen anderen ook. Maar wij mogen het vanuit een innerlijke overtuiging doen. My heart is always restless. Looking for the best, but much has come between us since the time we first met. I am like the lamb who wanders far from home, and you always seem to find me, shepherd of love. And I started wars in the middle of my heart.
fences, taking me so far. This is what I give to you, surrendering my all. Lead me by your spirit, shepherd of love, shepherd of. Wherever you may lead, and sacrifice it all for your presence to keep. The path I see before me is clear and even tough. You've walked it before me, Shepherd of love. Shepherd of Love, van Ralph van Manen. De burgemeester is alweer vertrokken. Hij had een andere afspraak en we vinden het geweldig dat hij hier in de uitzending kon zijn. En ik wil heel graag, wil ik op dit moment een woord tot je spreken vanuit Jesaja. In Jesaja 49, daar staat het volgende in vers 8. Dit zegt de Heer, in het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden. En ik neem je in dienst van mijn verbond met de mensen om het land weer op te richten. Dat is wat er in Jesaja 49 staat. En wat ik mooi vind aan deze tekst is dat er staat dat er een uur van genade is en een dag van uitredding. En ik denk dat er mensen die nu kijken, die ik weet niet waar je nu zit. Sommigen zitten in een huiskamer, misschien zit je op je slaapkamer te kijken. Misschien kijk je er midden op de dag of 's avonds. Maar er zijn momenten dat wij bidden en bidden en bidden en dat we geen antwoord krijgen. Dat zijn van die uren dat je maar bezig bent om te bidden. Of dat je zelfs het bidden verleert omdat je merkt van ja, er komt toch geen antwoord. En in deze tekst lazen we, in het uur van mijn genade geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal ik je helpen. Soms is er dan zo'n moment dat je gestopt bent met bidden. Dat je eigenlijk niet weet meer waar je het zoeken moet en dat je in één keer merkt, hey, nu lijkt God antwoord te geven. Ik heb dat vaak als ik muziek aanzet of als ik liederen luister of als ik nummers, als ik gewoon door een lijst van Spotify heen scroll en gewoon mooie nummers luister, dan kan ik helemaal wegdromen bij muziek, zoals we dat net ook deden met de nummers van Ralph. En dan word je meegenomen en dan kan er in één keer zo'n zin zijn die je aanspreekt en dat je merkt, dit is zo'n uur van genade. Dit is zo'n zin die me pakt en die je dan zoveel kracht geeft op dat moment dat je merkt van ja, ik kan hier gewoon de dag mee in. En dan vertel je zo'n zin aan iemand om je heen en die vindt het eigenlijk maar heel cheesy, die vindt het eigenlijk helemaal niks. Maar jou heeft het kracht gegeven. Waarom? Omdat het voor jou zo'n uur van genade was. Zo'n moment dat je gepakt werd, zo'n window of time, zo'n stukje in de tijd dat God je in één keer pakte met een mooie zin. Of met zo'n mooi lied, met het lied Broken Things of Shepherd of Love of Stay Close of het lied dat hierna komt. En dat wil ik je ook toewensen, ook als ik dit zo vanuit de Bijbel lees. Misschien heb je uren en uren en uren geworsteld met God. Of misschien is je stem verstild en weet je niet meer wat je moet bidden. En dan bid ik over je leven uit dat er van die momenten van waarheid zijn. De momenten zijn van genade, dat God tot je gaat spreken. Waarom? Omdat vaak na een uur van genade er ook een dag aanbreekt van uitredding. Zoals het woord van God zegt. In het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Als je niet weet wat je moet bidden, kan God desondanks spreken. En als God spreekt in dat uur van genade, zal daarop altijd een moment volgen dat hij ook uitredding wil geven.
Want Gods hand, staat er in de Bijbel, schiet nooit tekort. God is altijd een God van een uitgestrekte hand. Hij zal het nooit houden met alleen maar een woord. Maar hij zal ook altijd zijn handen uitstrekken. Net zoals burgemeester Gert-Jan Kat zojuist zei, we hebben woorden, maar we hebben ook daden. En we hoeven niet alleen maar te spreken, maar we hebben ook bevoegdheden gekregen. Nou, God is een burgemeester in de hemel, die niet alleen woorden spreekt, maar die ook een hand heeft en bevoegdheden heeft om een dag van uitredding te geven. Ik weet dus niet waar je nu doorheen gaat, we weten het niet van elkaar. We weten zelfs niet hoe morgen eruit ziet of hoe overmorgen eruit ziet. En in verschillende delen van Nederland is de nood misschien hoger of juist minder hoog. Maar ik geloof dat God tijden geeft waarin hij zijn liefde laat zien. Tijden, tijden, tijden waarin hij zijn liefde laat zien. Nou, we gaan nu luisteren naar een prachtig lied dat door Ralf gezongen zal worden samen met Suze. En dat is het lied Time After Time. Van de waarheid, de tijd dat God spreekt. Een nummer dat mij echt enorm raakt als ik dit hoor. Gaaf nummer, ook mooi gezongen. En ik maakte net even wat live-opnames voor Instagram. En dan merk ik ook meteen dat mensen erop reageren. Er zijn van die melodieën, van die liederen, waardoor je nu ook hoop krijgt. En waardoor je meegenomen wordt. In de tekst die ik net las, daarin hoor je ook dat God ons ook oproept om in die dag van uitredding ons ook te laten gebruiken om het land weer op te richten. Nou, dat is wat we ook doen met dit programma. We willen het land oprichten. We willen elkaar helpen om hoop te hebben in een tijd dat soms hopeloosheid om de hoek komt kijken. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat er allerlei van die leuke nieuwe initiatieven ontstaan.
Ik las dat pizzaketens, die hebben een nieuwe innovatie gedaan voor nieuwe pizzadozen om de pizza langer warm te houden. Het zijn van die grappige dingen die nu in deze tijd ontstaan, waar gewoon echt de hele bevolking heel veel baat bij heeft. Ik heb ook zin in lekkere pizza op zijn tijd en ook graag warme pizza. Het laat zien dat juist in deze tijd, dat wanneer je bij de pakken neer gaat zitten, dat je dan ook een kans kunt missen. Dus ik wil je opnieuw zeggen, pak gewoon op wat je op kunt pakken. Niemand hoeft Koos werkeloos te zijn, zoals een vriend van mij deze week tegen me zei. We zijn allemaal hoopbrengers in een wereld, zelfs wanneer je hopeloosheid voelt. Zet mooie muziek op. Ga genieten van de dingen die je kunt doen. Nou, we zijn 24/7 op deze zender. We zenden uit. Er is een boodschap van hoop en bemoediging. Vandaag was dat met Ralf van Manen. We hadden burgemeester Gert-Jan Katz in de uitzending en we hadden contact met een docent op een middelbare school. Hierna gaan we verder met een geweldig concert door Ralf van Manen. Dus blijf kijken.